Amsterdam, 8 september 1987. Het is 8:30 in de ochtend. Over precies 2 minuten zal een filmploeg een boot tot explosie brengen voor een scène uit de film Amsterdam. Dit is 25 meter. Is dat veilig? Ja. Maar nu verpaard, die brandweerauto staat godverdomme nog steeds verdeeld. En die mensen zijn nog steeds niet van de brug af. En ik word hier tas naar de beerkoos die in de fout. Ja jongens, iedereen die niet hoeft te zijn, echt weg. Hè, want het kan zo heel wat meer. Een paar haren gaat missen straks. Do you want to go to the back? That's just in case. Ja, goed zo. Anderhalve minuut, jongens, stand by. Nee. Vindt u het vervelend om even naar binnen te gaan? Dank u wel. As soon as you finish, are they going to call back to your camera screens no. or not? No, they're going to. The radio's mine? Yes. Okay, fine. Ready? Yep, turn okay. over. Attentie en. Camera's. Camera's. Ja, schitterend. Die ene camera volgt jou, alleen jij schijnt het nog niet zo'n sprong te maken. Niet? Nee. De zwarte maakt meer een sprong dan. Ja, want ik heb het dus het nadeel dat ik in zijn golf zit. Dus en die golf van hem die ligt iets hoger, snap je? Daarom ligt de schans voor mij als het ware lager. Daardoor is mijn sprong ook minder. Ja, dus jij botst meer? Ik glijd er meer overheen dan Nick springt. Want Nick die heeft glad water voor zich en die raakt dat ding. En op het moment dat ik dat ding raak, is als het ware het hele gevaar is ongeveer zo'n stuk lager in het water. Snap je? Daardoor heb ik iets minder sprong. Het verhaal van de film speelt zich af op en rond de Amsterdamse grachten, waar het zwaar toegetakelde lijk van een jonge vrouw wordt gevonden. Het politieonderzoek levert geen bruikbare aanwijzingen. En er worden nog meer van diezelfde mysterieuze moorden gepleegd. Amsterdam is na De Lift en Flodder de derde lange speelfilm van Dick Maas. En na Abel en Flodder de derde lange speelfilm van de productiemaatschappij First Floor Features, waarvan Laurens Geels en Dick Maas de producenten zijn. Een beetje Amerikaans georiënteerde films, daar hou ik meer van dan wat diepgravende drama. Over het algemeen is Amsterdam een vrij technische film. Het is een actiefilm en de actie dat is een van de dingen die voorop staat in deze film. De moeilijkheden zijn legio. Ten eerste moet je oppassen dat je niet in het water valt. Dat is bij deze film heel lastig. En ten tweede zijn dit stunts. Er is hier een stuntman aan het werk en die dus... zeg maar voor Huub heeft gedubbeld en die dus hier in het water valt. En sowieso is draaien op het water is heel lastig en stunts draaien is ook heel lastig. En vooral omdat het varen met speedboot in smalle grachten, dat is heel weinig gedaan en er is heel weinig kennis op dat terrein. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk wel leuk dat wij dat nu geprobeerd hebben. Action.
Amsterdam heeft, omdat ze vroeger dus op de grachten lozen, geen riolenstelsel. Maar over kleine pijpen. Sinds dat ze dus in de grachten zijn gaan lozen, hebben ze dus... Ze kunnen natuurlijk in de hele stad geen grote riolenstelsel maken, geen brede gangen. Dus kleine pijpen die dus op een hoofdpijp uitkomen. Maar daar konden wij natuurlijk niet in filmen. Die hoogte is misschien zo hoog, daar zie je op video's ook mensen doorkruipen. Dus om het dramatisch in ieder geval te laten werken, hebben we dus een sfeer van de Amsterdamse riolen zoals in werkelijkheid zijn genomen. Maar dat erg zwaar aangezet en dat op Parijs laten lijken, Londen, Brussel. Maar helemaal volgens de wensen van het script. Ik geloof dat de eerste draaidagen meteen de allermoeilijkste waren. Want in dat riool kon je dus niet rechtop staan als je moest spelen, althans niet. De crew stond in het water en ik stond aan tegen de kant aangeplakt. En daar heb ik 3 dagen gestaan zo ongeveer. Dus het was ontzettend zwaar. Dus het moeilijkste lag voor mij in elk geval fysiek aan het begin van de opnameperiode in het riool. En stroom. Kun je die landplaats dan niet gewoon in het algemeen gewoon zeggen dat hij in de stad ergens landt? Maar Schip, of je nou hier in de stad landt of Schiphol, dat is scheelt 2 tellen. Dat is zo. Dat is niet hoog hoor. Maar heb je wel vrij goed zit hoor. Ja. Een huis is ongeveer 15 meter. 10 huizen. 20. Maar in het geval dat het dus voor ons niet goed is, dat hij te klein wordt, mag hij dan lager? Officieel mag je niet lager, dat is 300 meter. Wij hebben wel een vergunning dat het nog lager mag hoor. Met wie heeft hij dat afgesproken? Met de burgemeester. Ja, maar... En vanmiddag krijg ik die vergunning. Ja? Ja, zeker. Jullie vlogen ook aanzienlijk lager dan normaal wettelijk is toegestaan, hè? Dat heeft jullie wel geholpen, denk ik. Dat was bijna een vereiste. We hadden nog veel lager gewild. Alleen... Hoe laag vlogen jullie? Ik denk 75 meter uiteindelijk. Maar het was echt pushen. Pushen aan de piloot van, kan het nog wat lager? No. Hij keek een beetje om zich heen. Dan was het de grens wel, hoor. Maar het was wel nodig. Hoe verliep de communicatie tussen jou en de regisseur? Dick had een porto, die was, portofoon, die was gekoppeld aan de Rijkspolitie te water. En die stond er in verbinding met de helikopter. Dus het was een beetje een omweg, maar wel te doen. Soms via een omweg, er zat weer van alles tussen. En dan hing je maar boven in de lucht en dan hoorde je maar geen Dick. En dan moest je wachten op antwoord. En daar zaten wel wat problemen. Er was in Europa maar 1 helikopter met zo'n bol. En die hebben wij gekregen. Dat is op zich heel bijzonder. Dat is de Herengracht. Fiets maar langzaam weer fiets naar het midden toe. Probeer een beetje het zonlicht te vangen. Huub Monique, geef even door dat Huub Monique nu eraan komt. Blijf even liggen, Huub. Blijf even liggen, Huub, Huub, Huub. Huub, blijf liggen. Huub, blijf liggen. Even terug. Ga achteruit, achteruit, achteruit. Mark? Ja? Kan jij even een actie doorgeven? Want ik weet niet wanneer je begint te zoomen. Ja, dat probeer ik. De camera wordt nu gestart. Actie, actie, actie. Houd het midden van die herengracht. Hamricht. Iets harder. Ja, zo gaat hij goed. Iets langzamer. En ga erin, hè. Evenals op de set is er ook in de helikopter een videorecorder aanwezig die het gefilmde shot meteen registreert. Een snelle motoragent brengt de videoband vervolgens van Schiphol naar de set in de binnenstad. Waarna Laurens Geels en Dick Maas het materiaal bekijken. Meer moeten gaan hangen. Ja, ik sla het begin even over. Ja. Dat is wel mooi hoor, dat kader. Welkom in Amsterdam. Welkom in Amsterdam. Bienvenue à Amsterdam. Bienvenue à Amsterdam.
Welkom in Amsterdam, hoofdstad van Nederland en beroemd over de hele wereld om zijn vele grachten. Er zijn meer dan 165 grachten met een totale lengte van 16 kilometer. Ze doorkruisen de hele stad en zijn in de 17e eeuw gegraven voor het transport van goederen uit de haven naar de pakhuizen van de kooplieden. In Amsterdam wonen 750.000 mensen en al die mensen wonen in ongeveer 200.000 huizen. En al die huizen zijn gebouwd op palen. Amsterdam is gebouwd op ongeveer 100.000 palen. Dus jongens, niet uitstampen, want anders valt de hele stad om. Even de buik in. De dames komen aan boord. Denken we het afstapje? Oh, tieren. Rustig aan. Jullie komen allemaal aan de beurt. Vallen de klap. Bezem. En video. 3, 2, 1. Actie. Zoals actie en humor samengaan in het werk van Dick Maas, zo zijn de rondvaartboten en de walletjes onverbrekelijk verbonden met de stad Amsterdam. Omdat filmen in de Rosse buurt is uitgesloten, moet de ploeg uitwijken naar de Groenburgwal, die voor één scène binnen enkele dagen door de decormensen en het art direction team tot een waarachtige Rosse buurt wordt omgetoverd. Hoe lang heeft het er gestaan? Nou, bij elkaar zijn we daar wel 2 dagen bezig geweest. En heeft het met de hele opbouw, laten we zeggen de gevelversieringen met name, zijn we daar toch wel een dag of 4 in de weer geweest. Hè? Dus je kan je voorstellen dat een bewoner van de Groenburgwal, ja, die normaal statig zijn huis binnenstapte, die kwam nu ineens een Eroscentrum in of zo. Althans, zo zag het de buitenkant, ja. Op een gegeven moment moet in het verhaal van de film een sluis worden leeggepompt. Als dat technisch gezien onmogelijk is, wordt er een schildering voor de camera geplaatst, waardoor het lijkt alsof die sluis is leeggepompt. Een dergelijke trucage vereist een ontzaglijke precisie en er zijn maar weinigen in de filmwereld die dit werk kunnen. Ted Mitchell is één van hen. Eerder leverde hij matte paintings, zoals ze worden genoemd, voor Hollywood-producties als Superman en Labyrinth. Albert, kom eens langzaam deze kant op, Albert. Heel langzaam, door het midden. Niemand mag aan de pompen zitten die op de brug gemonteerd zijn, ja? Echt niemand. Als jullie de wapens hebben gehad, houden we de wapens gewoon recht omhoog. We komen niet aan de trekker. En we wachten tot ik gewoon overal ben langs geweest. Tientallen figuranten popelen van ongeduld om uiteindelijk enkele seconden in beeld te mogen verschijnen. Ja, ik heb het net geprobeerd met mijn tand. Kijk even. Ah, mijn vinger! Jeetje, wat kun je ouwehoeren? Was ik mijn ouwehoeren? Attentie jongens, 1 keertje repeteren iedereen. Eerste positie. Hoorde bij de mannen, kom op. Was het niet moeilijk om
tegenover dat macho karakter die de rol van Huub in zich bergt, om steeds zo terughoudend te blijven spelen, maar ook niet eens een keer uit te pakken. Nou, kijk, ik wil niet zeggen dat dit typecasting is, hè, maar nou ja, je krijgt een taak. Je bent supporting part, dat weet je. Daar moet je ook aan houden. Het is natuurlijk verleidelijk om af en toe je fantasie te laten gaan en denken van, ja, de grens is, het is heel, heel moeilijk, die is snel overschreden. Nou ja, maar dan is Dick erbij om te zeggen van, nee, dat kan niet meer, jongens. Dat had die man niet, weet je. Het geeft je toch een vertrouwelijk gevoel dat hij echt weet wat hij wil. En dat weet hij ook. Je ziet hem bij wijze van spreken ook al de muziek maken terwijl hij bezig is. Dus, ja, het is een steun. En wat niet uitsluit dat hij niet open staat voor eigen inbreng of zo, dan kun je rustig met hem over praten. En dan wordt het, als hij het leuk vindt, uitgeprobeerd. En dat gaat er ook door. Dan doe jij die stap naar voren. Erik, waar zat je? And now we come to the most famous painting of the 17th century and the highlight of the tour of our museum. It's the Night Watch, painted by Rembrandt. It was painted between 1639 and 1642. And it shows us how Rembrandt succeeded in solving the problem of assembling people in action into a group. And the long, mainly diagonal lines of the weapons suggest a three-dimensional space. This masterpiece brings us to the end of our tour. I thank you for your attention. You not take us further? I'm sorry, sir, but the tour stops here. But, thank you all very kindly. So, hou je van kunst? Ik hou van mooie dingen. Hoe heb je me gevonden? Dick is heel erg Amerikaans georiënteerd en weet waanzinnig goed wat hij wil en... Ja, heeft het gewoon goed. Ik bedoel, Laurens ook. Ze kijken niet. Het is niet Pennywise, Pound Foolish. Ik bedoel, ze spenderen geld aan de juiste dingen en krijgen ook gewoon resultaat daardoor. En dat vind ik fantastisch dat ze dat risico. En ik denk niet eens dat het een risico is. Ik denk dat ze gewoon een hele goede film maken. En ik denk dat het veel beter is om het op die manier te doen. Dan later te zeggen van verdomme, hadden we maar meer geld ingestopt zoals de meeste films zoals hier gemaakt worden. Toen ik nog op de toneelschool zat en mijn eerste tv-film draaide voor de Icon, toen was Dickie mijn stand-in. Dus het was wel leuk om elkaar nu weer tegen te komen. En te merken dat Dickie nu bij de wereldtop van stuntmensen behoort. Met alle bijkomende professionele begeleiding voor mij die daarbij hoort. Ik heb dus het eerste stuk gedaan, dus van die 3 meter uit de koker naar beneden vallen. Maar, want dat kan je Huub niet laten doen, want er waren nogal scherpe betonnen randen. Of tenminste, het moet dan beton lijken, maar gewoon harde randen. En het was nogal precies waar je terecht kon komen. Maar er was ook een stukje wat Huub zelf moest doen. Nee, kijk, zet je laten zien op die enkel, want dat is het einde van het verhaal. Dus je staat hier. En dan als je achterover gaat, is het eigenlijk jezelf uitstrekken en je benen ook strekken. Ja, ja, ja. Snap je? Dus dat. En op dat moment dat je valt, strek je jezelf toch helemaal. En dan pak je hem. En dan doe je gewoon de rest. Het is aan jou en wat Dick wil zien. Ja? Ja. Dus hoe plat je op je rug valt, hoe beter. Hoe comfortabeler het is. Het is mezelf zelfs nog iets meer. Er zijn jammer genoeg niet genoeg Nederlanders die dit werk kunnen. Of tenminste, er zijn er wel die het kunnen. Maar alleen maar vaak hele kleine facetten. Dus de een kan alleen maar auto's of boten of vuur of dat soort dingen. Terwijl we zoeken eigenlijk naar mensen die alles kunnen. Elk shot vereist een grondige voorbereiding. Een camera op een motor bevestigen, een zogenaamde motor mount, behoort tot de alledaagse taken van een gripper. Stuntmensen zijn van alle markten thuis. Hier bereiden ze speciaal getrainde paarden uit Engeland, die straks op een exact aangegeven moment om de hoek komen en dan hoog genoeg moeten stijgeren, vlak voor een remmende motor. Vooral de timing is hier van groot belang. Action on the bike. Action on the horses.
verhaaltje. En kijk dat er zoveel problemen op allerlei gebieden dan je te wachten staan. Ja, daar moet je gewoon niet bij nadenken. Op een gegeven moment word je ermee geconfronteerd en dan moet je ze natuurlijk oplossen. En ik ga niet van tevoren bekijken van god, we zitten dat en dat en dat en het zal wel lastig worden, dus laat ik dat maar eruit gaan halen of zo. Dus... Achteraf bekijk ik dan ook zo'n film, denk ik, god, dat ik dat toch allemaal, of dat wij dat dan allemaal voor elkaar gekregen hebben. Dat, en als je dan denkt van zou ik het nog een keer doen, dan vraag ik dat natuurlijk wel even af. Onderwater heb ik me voornamelijk bezig gehouden met de belichting. Om te kijken of die sfeer die we wilden hebben, of die overkwam. Omdat op de video, waar we dat allemaal konden checken, was dat niet te zien. Dus dan werd je boven een beetje gek. En geen idee wat er beneden gebeurde. Dus toen ben ik naar beneden gegaan. Ja, hier is het bijna nog gruwelijk het keer gegaan. Ik zal jullie de niet ter zake doende details besparen. Een van hen is volkomen onthoofd. Alles wijst erop dat dat onder water is gebeurd. Beiden hadden in de maag resten van een vegetarische maaltijd. Linzen, gierst, wortelsap. Een van hen had daarna nog een frikandel genuttigd. Ook hier is weer een mes gebruikt, maar dit keer van een ander type. Dank u wel, allen. Rest beneden klaarmaken bij voor rijshots en hamburgers. Je bent nog. Soms worden de lijken door echte acteurs gespeeld, zoals we net in het mortuarium zagen. Maar het kan ook voorkomen dat een lijk duidelijk in beeld moet zijn, of dat iemand ernstig verminkt wordt. In zulke gevallen wordt een dummy vervaardigd. Een dummy is een getrouwe kopie van de acteur of actrice in de film. Heel hoofd met pruik, wenkbrauwen, gebit, et cetera, zijn er zeker een week of 3 à 4 bezig. Een acteur moet afgegoten worden. Daar wordt er een mal van gemaakt. Dat wordt weer met latex bewerkt. Dat moet weer heel lang drogen. Daaroverheen gaat dan weer een soort koudschuim om het op te vullen. Er moet een geraamte in. Dan komen de ogen erin, het gebit, de oren en de pruik. En dan maken we daar dus duplicaten van. Dat we van elk hoofd in elk geval twee hebben. Wat we hier aan het doen zijn, is voor de dummy de voeten maken en straks gaan we de armen doen. We kregen een dummy uit Engeland en die bleek niet te voldoen aan de eisen die we eraan gesteld hadden. Dus er zaten bijvoorbeeld geen goede voeten op en geen goede armen. Dus dat moeten we allemaal opnieuw gaan maken. Extra werk voor ons. Maar het moet toch gebeuren om er zo realistisch mogelijk uit te zien. Het is de heer Visser van de Amsterdamse politie. Maakt eruit wel, aangenaam. Hoe maakt u het? Ze doen een onderzoek naar die moorden. Ja, daar heb ik van gelezen. Gruwelijk, gruwelijk. Dat kan je je bijna niet voorstellen, hè, dat die dingen nog gebeuren. Wil je wat drinken? Ja, doe maar bourbon. Heeft u alleen nog idee wie die maniak kan zijn? We zijn druk bezig. Bent u ook lid van de duikvereniging? Nee, niet meer. Jaren geweest. Ik heb zelfs nog in bestuur gezeten. Maar ik kreeg het op den duur toch echt te druk met mijn praktijk. U bent dokter? Psychiater. Psychiater Martin Ruisdaal. Het is de enige personage in de film wiens kleur nou juist niet zo duidelijk is. Deugt hij of deugt hij niet? Maar ik vraag mezelf tegenwoordig wel eens af of hulpverleners überhaupt nog wel deugen. In ieder geval, Martin Ruisdaal is een man die zich naar buiten uit presenteert als een succesvolle, harde, koele kikker. Een koele, berekenende man die een andere kant toch... Nee, laat ik dat nou niet verraaien. Hè? Over het algemeen was de speedbootachtervolging het moeilijkst. Vooral de scène waar twee speedboten over laag bij het water gelegen terrasjes moeten glijden. Dat gebeurde in Utrecht, omdat Amsterdam dergelijke terrasjes niet kent. Via een soort schans, een ramp, belandt de speedboot op het terras.
Om de boot verder door te laten glijden, wordt een wielconstructie onder die boot gemaakt die in directe verbinding staat met het stuur. Zo kan de boot nog alle kanten uit, terwijl die gesleept wordt door een motor op drie wielen. Ja. En ik klap naar beneden dat hij boven op een tafel zo staat en dan heb je dus... Ja, maar heb je de tafels gezien? Ja, en wat gebeurt er als die dingen in het water invallen, die tafels? Drijven ze? Ja, dus kijk, als ze dus aan deze kant zijn, dan, dan valt er een gedeelte het water in natuurlijk. Kijk, zakt hij nou? En zo'n stoel? Pak eens zo'n stoel. Kijk, deze die blijft zo ook al drijven, zo erin valt. Dat drijft hoor. Ja, dat is makkelijk op het is. Ja, en dan haal ik even een dreggetje erbij. En na de eerste repetitie bleek al dat de wielconstructie niet werkte, omdat de ondergrond te hobbelig was. Nog diezelfde nacht werd er doorgewerkt om een nieuw procedé uit te denken. Men besloot rails te leggen waarover de boot werd voortgetrokken. Omdat de boten met een lagere snelheid werden opgenomen vanwege de veiligheid en het grotere snelheidseffect, moesten de stuntmensen vertraagd reageren en in slow motion in het water springen. Natuurlijk wordt dit later in de bioscoopprojector op normale snelheid gedraaid. Gezellig terrasje. Zitten, zitten, zitten. Gezellig, gezellig. En video, geluid, camera's. Klopt. En bike. Hoi! Twee draaidagen bleken uiteindelijk nodig te zijn voor een stukje film van ongeveer 10 seconden. Bij stunts van een dergelijk kaliber is dat echter noodzakelijk. De zomer van 1987 was niet gezegend met mooi weer. Het regende bijna voortdurend, waardoor de filmploeg nogal wat tegenslagen te verwerken had. Toch liepen ze uiteindelijk maar 10 dagen uit op het oorspronkelijke draaischema. Je beste, dit is je beste. Houd niet over. Om 12 uur 2 is het waarschijnlijk droog, daarna regen. Vandaag en morgen hetzelfde. En vrijdag? Deze is wel iets vrijdag, heb ik niet gedaan. Blijf. Maar slechter dan dit kan het nauwelijks, toch? En ook voor de special effects hebben we onder leiding van de Nederlandse stuntcoördinator Dickie Beer, die zoals wel bekend zal zijn een behoorlijke internationale faam geniet, een Engels team aangetrokken. En dat zijn mensen die dat aankunnen, die dat ook aandurven. Want ik kan zonder meer zeggen dat het bij vlagen behoorlijk link was wat er in die film gebeurt. En die over de techniek en over de ervaring beschikken om zulke dingen te realiseren. En die kwaliteit en die ervaring die is hier in Nederland niet beschikbaar. Dus die moeten we wel uit het buitenland halen. Ja,
2, up. Dit is een kanon. En dat is alles eigenlijk wat ik erover kan zeggen. Een stikstofkanon. Ja. We hebben het al uitgeprobeerd. Op een veilige plek, dus niet in de buurt van allemaal huizen. Op het industrieterrein. Druk op de knop en dan gaat hij. Alsof je een huis opblaast. Iedereen op zijn plaats. Brug is vrij, Bart. Maak de brug vrij, jongens, alsjeblieft, zo snel mogelijk. Clear the bridge as quick as you can, please. Oké, standby. En video, geluid, camera's. Actie, vibratie en action, action. Mensen, wat een schok. Jullie zijn voor de Nederlandse film wat Andrew Lloyd Webber en Tim Rice in de muziek waren. Blijft dat duo ook zo? Blijven jullie op deze basis samenwerken? Ik denk, zolang we het leuk vinden, blijven we ermee doorgaan. Op een gegeven moment iets krijgen van wie is iemand of dat we niet meer kunnen samenwerken of elkaar niks meer te vertellen hebben of niet over films heel verschillend gaan denken, ja, dan houdt zoiets op. Denken jullie gelijk over films? Nou, niet, laten we zeggen, vaak wel, maar natuurlijk niet altijd. Je zou zo 10 titels kunnen noemen van films die wij allebei heel goed vinden of die ons inspireren, maar er zullen ook wel eens afwijkingen zijn. En ik denk inderdaad, op dit moment zie ik geen enkele aanleiding dat we deze samenwerking ooit zouden verbreken. Maar je weet niet hoe de situatie over een aantal jaren is. Ja. Op dit moment bevalt het allemaal wel. Ja. Zijn jullie allebei tevreden over Amsterdam? Ja, want ik denk dat het een van de eerste films is waar ik achteraf denk van, als je denkt van wat had je daar nog echt aan kunnen verbeteren. Beter zijn, je kan natuurlijk altijd dingen beter doen, maar dat er niet zo gek veel meer binnen de beperkingen die er altijd zijn, dat je echt veel dingen beter kan doen. Dus iedereen naar Amsterdam. Ja, absoluut.